vlag gaat omhoog. En de starters gevallen van koers 4. Goede starters aan de binnenkant van Marco Swiss, uw favoriet. Die heeft direct de leiding genomen met Niels van der Tol. Aan de buitenkant zien we paard nummer 5, King Fanatic. Met ook een goede start aan de binnenkant van Go With The Flow. Vierde paard ligt op het moment Kolk P. Met daarachter Lisa Alki, die een goede start heeft gekend. En de binnendoor haar geluk beproeft. Met daarachter paard nummer 8, Jet Bianco. Die ook een perfecte start heeft gehad vanuit de tweede band. Op dit moment moeilijkheden voor paard nummer 3, Kolk P. Uitgeschakeld nummer 3, galop nummer 3. Leiding is in handen van Niels van der Tol met Marco Swiss. En daarachter zien we Denise Pennerpakamp met haar eigen paard Go With The Flow. Go With The Flow die heeft het tweede plekje bemachtigd voor Lisa Alki. Het eerste paard in het tweede spoor zien we nu gevolgd worden door Jet Bianco met Marco Spin. En daarachter zien we Kairouan, het paard dat dus de laatste keer met dezelfde rijder als vandaag met Mats Wester de leerlingkoers wist te winnen. Binnendoor gaat op het moment Demi Veenstra met Gaia Vip. En daarachter zien we nog onder andere Love Is All. Aan de leiding is Niels van der Tol met Marco Swiss. En die gaat daar de verste bocht als eerste door voor onder andere Go With The Flow. Buitenkant is nog steeds voor King Fanatic met erachter die een hele mooie koers krijgt. Dat is Jet Bianco. En op dit moment zien we ook een van de deelnemers het derde spoor gaan. En dat lijkt op Lars Charisma. Lars Charisma lijkt aan de buitenkant meters goed te gaan maken voor de tribune. Marco Swiss heeft nog steeds de leiding voor King Fanatic. Buitenkant dus voor Lars Charisma die een goede indruk maakt. En kijken of hij misschien ergens in kan parkeren op de rug van King Fanatic. Of misschien wel door gaat drukken vanuit dat derde spoor. Marco Swiss heeft nog steeds de leiding en gaat de tribune aan u voorbij en heeft er nog één volledige ronde te gaan. Marco Swiss heeft de leiding voor Niels van het, met Niels van der Tol voor Go With The Flow. Buitenkant nog steeds voor King Fanatic. Derde spoor nog altijd voor die Lars Charisma. Op dit moment zit Jet Bianco ook nog mooi in de koers en gaat zich bewegen naar de rug van Lars Charisma. Binnendoor schuift nog steeds makkelijk op Lisa Alki en buitenom zien we nu Mats Wester in aanval gaan met Kairouan. Kairouan kon de laatste keer beslissen op een klein droog stukje speed, maar moet hier noodgedwongen eerder in de aanval met Mats Wester gaat op het moment drie dik. En ook andere paarden gaan over de waaier, over de volle breedte hier van de baan van Emmeloord. Maar Marco Swiss die ligt nog steeds aan de reling met Niels van der Tol. En heeft makkelijk de leiding voor Go With The Flow. Buitenkant zien we op dit moment Kairouan opdoen. En het kan nog wel eens een mooie strijd worden voor in de laatste paarden. En dat de laatste bocht ingaan. Kairouan ligt op dit moment naast Marco Swiss. En die twee paarden liggen nek aan nek in de laatste bocht. Het is Niels van der Tol. Diegene die graag kampioen wil worden van de leerlingen dit jaar. En daarnaast zien we de leerlingkampioen van vorig jaar. Dat is Mats Wester en die twee paarden liggen op het moment een klein stukje voor de rest. Marco Swiss weert zich geweldig. Krijgt op het moment aanval nog steeds van Kairouan. Het is Marco Swiss met Niels van der Tol die makkelijk leidt. Kairouan weert zich geweldig en heeft natuurlijk een hele goede koers gelopen. Maar het lijkt op Marco Swiss, Niels van der Tol. Hij lag al 3 overwinningen voor in het strijd om het kampioenschap. En brengt dat op het moment naar 4 overwinningen. De 1 die gaat het winnen voor de 9 Kairouan. En derde wordt knap de 4 Lisa Alki. Het is 1-9-4 voorlopig.